In Alles op Alles daagt Steffi Vertriest ons uit om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen door met restjes heerlijke gerechten te maken en door overschotten zo lang mogelijk vers te bewaren. Van heerlijke salades met dressings tot overvolle kommen boordevol smaak. Restjesdag was nog nooit zo lekker. Vandaag maak ik een poke bowl en dat is een echte hype aan het worden. Het is van Hawaii overgewaaid naar hier. En het is super gemakkelijk om restjes in te verwerken. We gaan werken met sushi rest, met rauwe vis en met groentjes. Alright, ik ga beginnen met een zalmpje te marineren. Gaan wij onze marinade maken met bruine rijstazijn. Nemen we een theelepeltje van. Dan nemen we 2 theelepeltjes sesamolie. Die bruine rijstazijn, je vindt dat gewoon in de supermarkt, in die region met al die Oosterse producten, daar staat dat bij. We nemen tamari, een soort sojasaus, 4 eetlepels. En dan gaan we dat ook een beetje spicy maken. Ik hou daar wel van, een beetje spicy. Doen we door jalapeno erbij te doen. Een paar van die stukjes. En als je het extra spicy wilt, dan kun je er ook nog een beetje van dat sap bij doen. Dat wordt onze marinade. En idealiter kan dat wel even strekken. En doet je dat overnight. Dus dan doet je een stukje zalm in een potje. De marinade die gaat daarover. Dan gaan we dat vacuüm trekken. Voilà, dan mag deze in de koelkast een nachtje. Maar ik heb natuurlijk al gezorgd voor een portie die ik gisteren al gemaakt heb. En ik heb ook al sushi rijst gemaakt. Zo, we nemen een portie van onze sushi rijst. En die is goed sticky. Zo hoort het, hè. En dat is natuurlijk gemakkelijk als je zo'n grote portie maakt. Dat je er heel de week van kunt genieten op die manier. Hè. We hebben onze basis, onze rijst. En dan gaan we dat uiteraard aanvullen met allerhande groentjes. Ik ga er komkommer bij doen en om het een beetje op te leuken en dan niet gewoon te snijden, ga ik dat met een dun schiller doen. Dan kunnen we daar zo wat van die sliertjes van maken. En dan gaan we die een beetje in kanulletjes draaien. En uiteraard doe je dat zoals je wilt. Je kunt daar alle kanten mee uit, je kunt daarmee spelen. Zo. We gaan daar ook avocado bij doen. Ik vind dat heel lekker bij een poke bowl. Dat geeft zo direct een heel smeuig effect. Ik had nog een portie over. Die heb ik vacuüm bewaard. Dus die ga ik natuurlijk eerst gebruiken. Zeker voor een avocado is dat natuurlijk wel handig om die schoon te houden. En onder het motto, er mag lekker veel avocado in. Gaan we er nog een aan toevoegen. Onze blokjes avocado die gaan we hier leggen. We gaan daar een radijsje aan toevoegen. Dat gaat er zo wat een knapperige toets aan geven. En dat voegt ook direct veel kleur toe. Voilà. Wat mag daar nog bij? We gaan daar lenteuitje aan toevoegen. En dan wil ik vooral het groen. Ik ga daar nog wat extra groen bij doen. Ik heb hier waterkers. Dan onze star van deze dish, die gaat ook meteen heel veel smaak brengen, is natuurlijk onze gemarineerde zalm. Die ga ik in blokjes snijden. Lekker veel. Een beetje portie omega-3 erbij, daar houden we van, dat hebben we hard nodig. Als je een stukje over hebt, geen enkel probleem, gewoon terug in onze marinade. En wat ook wel fijn is, van die marinade nog een klein beetje te nemen. En dan trek dat zo'n beetje in die rijst. Kleine afwerking nog doen we met wat sesamzaadjes. Gaan we er nog een mini knijpje limoen bij doen. En is ook altijd tof voor het oog. Daar nog zo'n schijfje bij te doen. Voilà. Als dat er niet mooi uitziet, dan weet ik het niet. Zo. Als allerlaatste. Peper. En zo hebben we de perfecte poke bowl.